Dag, reviewvrienden, hoe is het daar? Nou, hier gaat het eigenlijk best wel goed, hoor. Ja, je moet er toch zelf wat van maken, is het niet? En wat zit er onder het doosje? Wat heeft daar net op gestuurd? Toetjes. Het zijn niet zomaar toetjes, het is romige kwark van Danone. En dat hebben ze Danio genoemd. Leuk en origineel. Dit is de smaak mango, kiwi en banaan. Waarom toch altijd overal die mango in? Dit is de smaak framboos cheesecake. Want tegenwoordig heeft ook iedereen cheesecake smaak in alles. Daar ook helemaal gek van. Overigens is dat wel lekker. En dit is een kwark met dropsmaak. Gadverdamme. Hé, wie verzint kwark met dropsmaak? Jezus. Maar goed, we kunnen wel zeuren. Maar we moeten wel even proeven. Want misschien is die kwark met dropsmaak wel heel erg lekker. Daar gaat ie. Ik begin even eenvoudig met gewoon vruchten. Mango, banaan en kiwi. Hartstikke leuk. Het stinkt verschrikkelijk naar mango. Het stinkt eigenlijk gewoon verschrikkelijk. Alsof je de groene bak ook bedoelt zich. Hele brokken mango. Zoals tegenwoordig overal brokken mango in zit. Ja, het ziet er toch niet echt heel lekker uit. Ze hebben dus naast harde brokken mango ook brokken kiwi erin gedaan. Maar die kun je niet echt hard houden. Dus die brokken kiwi zijn een soort snot geworden. Naast bunkerharde, onrijpe mango brokken. Het is gewoon een frisse kwark met vruchten. Het is niet vies hoor. Dan stappen we even over naar de framboze cheesecake. Wat is dat nou toch dat alles tegenwoordig cheesecake is? Dit ruikt echt heel vreemd. Dit ruikt niet naar frambozen of naar cheesecake. Dit ruikt naar... Ja. Dit ruikt naar... Waar ruikt het in godsnaam naar? Het ruikt een beetje naar een oud leer bankstel. Maar zoals we wel vaker hebben geleerd bij reviewen... Eerst even proeven voordat je gaat roepen, hè? Oh, ja. Wat hebben ze hier nou gedaan? Naast pitjes van de frambozen. Want van de frambozen zelf zie ik nog niet zo heel veel. Hebben ze dus deeg erin gemieterd. Ongaar deeg. Zo van, oh kijk, daar is de cheesecake. Flopperen, flopperen, flop. We gooien de kruimels ongaar deeg in. Dat vinden de mensen wel leuk. Ten tweede, naast dat ongare deeg en de pitjes van de framboos, heeft dit werkelijk niets te maken met cheesecake. Nou, dit slaat echt helemaal nergens op. Bomvol smaak en lekker fris. Ik weet het niet of dat waar is. Nou, wat lekker zo. We hebben er eentje met fruit gehad. We hebben er eentje met cheesecake gehad zonder cheesecake. Dan wordt het nu tijd, denk ik voor het probleemgevalletje. Als we die niet alle twee al hebben gehad. Kwark met dropsmaak. Wie verzint dat? Wie verzint? Dat is toch dat je op een gegeven moment iemand zegt. Op een gegeven moment van, we zoeken nog een smaak. Maar ik wil een keer een beetje lekkere gekke smaak. Dat dan iemand zegt van. Is het niet leuk om kwark tosti te doen? En dan zei ik, nee, natuurlijk niet kwark tosti. Het moet zoet zijn. Oh, dan doen we erop. En dan zeg je, ja, is goed, doen we. Verschrikkelijk. Nou, ik weet het niet hoor. Maar zo ziet het eruit als ik een pot verf open maak. Jongens, we hebben een lekker toetje. Oh man, wat heb je gehaald? Dit. Zoals met alles moet je het eerst even proeven voordat je zegt, nee, dat vind ik vies. Dan speel je vals. Gadverdamme.
Het ruikt inderdaad wel naar drop. En het smaakt ook naar drop. Nee, het is minder vies dan verwacht. Maar het is nog steeds niet lekker. En dat is niet handig. Resumé, de Danio van Danone smaakjes kwark. Ik heb het er niet op, maar sommige smaken zijn lekkerder dan de andere. We gaan van laag naar hoog. De laagste is daadwerkelijk de cheesecake. Allemaal leuk en aardig, Danoontje. Maar als je cheesecake wil doen, betekent het niet van... Ach weet je, we flikkeren een emmer frambozenpitjes in een bakkie. En weet je wat, dan doen we nog klontjes ongaardegen bij. Klaar! Zo werkt het niet. Dit is gewoon niet te bunkeren, joh. Ik denk dat je hier te veel van eet en je nog pijn in je buik krijgt ook. Deze krijgt een 3. Nummer 2 is de dropsmaak. Dropsmaak, kwark. Kan je zeggen, waarom is dat nou nodig? Waarom moet je dat nou doen? Aan de andere kant vind ik het ook een beetje kinderachtig om een beetje een afwijkende smaak gelijk te roepen van... wat ik overigens wel deed. Maar dat maakt niet uit. De dropsmaak, ondanks dat het eruit ziet alsof iemand de tegels kon voegen... is minder vies dan je denkt. Dat moet ik je toegeven. Het is minder vies dan je denkt. Je denkt echt, dit is niet lekker. Nou, het is minder vies dan je denkt. Dat is eigenlijk het enige wat ik wil zeggen. Het smaakt ook naar drop. Het is ook gewoon kwark. Krijgt van mij een 6. Gewoon een 6. De winnaar is de vruchten Danio. Met, wat zit erin? Kiwi, mango en banaan. Waarom? Het is fris. Het is fruitig. Soms moet je een beetje kou op die brokken mango. Maar goed, dit is wel dat je denkt, dit kan ik 's morgens eten, dit kan ik 's avonds eten. En dan heb je zelf nog het gevoel dat je iets gezonds hebt gedaan. Omdat er toch best wel veel fruit in zit, als ik heel eerlijk ben. Dus deze die krijgt van mij een 7. Schoon kwark met fruit, prima. Niks aan de hand, ook niet, het is ook niet groot om mee slepen. Nou ja, dat waren dan de Danio's van Danoontje. Ja. God, ja. Kwark.